Welkom bij weer een nieuwe aflevering van See Through the Stars. Astrologische weekoverzicht van 25 juni tot 1 juli. Dus we gaan de laatste week van juni in. En we starten het groot verlof. Op 1 juli, op zaterdag 1 juli. Dus deze week gaan we even kijken wat dat de astrologie voor ons in petto heeft. Vandaag, as we speak, de maan in maagd maakt onmiddellijk een oppositie, dus een confrontatie, met Neptunus. Neptunus in vissen. Dus een vrij korte confrontatie. De maan in maagd gaat vrij vlot. Tegen het eind van de dag gaat ze al over naar weegschaal. Maar toch nog enkele uurtjes dat we die maan oppositie hebben, vooral tegen de morgen, dus vooral in de ochtend naar de middag toe, hebben we die maan in maagd over Neptunus staan. Een maan over Neptunus kan vrij lastig aanvoelen. Alsof dat je het niet klaar ziet allemaal, alsof dat je het niet kunt pakken. Alsof dat je je ritme ook niet vindt. Dat zijn zo wat stukjes die een maan in maagd over Neptunus in vissen kunnen meebrengen. We hebben een beetje geluk dat het valt op een zondag. Dus als je je hoofd niet al te scherp moet bijhouden, valt dat nog vrij goed mee. Kleine klusjes gaan een beetje meer focus brengen. Leuke dingen doen. Af en toe een beetje rusten. Of zelfs een dag rusten. Of zelfs een voormiddag. Heel traag op gang komen. Allemaal oké. Alhoewel dat die maan in maagd toch wel er tegenaan wilt. En dan loopt dat niet allemaal zo gelijk dat ze dat wilt. Gelijk dat dat op haar lijstje staat. Dus dat kan wel een klein beetje wringen zijn. Nu, ondertussen zitten we met een zon in kreeft. Dus ik ga de volgende maand een klein beetje meer aandacht geven, diepere aandacht geven aan de maan. Want de zon in kreeft, die beantwoordt aan de routine van de maan. En de maan gaat vrij vlot, gaat vrij snel. Dat wil zeggen dat we deze maand, het kreeftprincipe, is gebaseerd op het maanprincipe. Dus die zijn heel erg gevoelig aan de maanstanden. Dus deze maand gaat de weg dat de maan aflegt, iets belangrijker zijn dan normaal. Ze is altijd vrij belangrijk, maar deze maand iets sterker. Dus het kan ook zijn dat je dat iets meer voelt, dat je meer onderhevig bent aan stemmingen, aan gemoed. En dat heeft alles met die maanstanden te maken. En natuurlijk, de maan stuurt ook de hormonen. Dus het hormonaal stelsel beantwoordt daar dan ook aan. Meestal zijn vrouwen daar iets gevoeliger aan, maar dat is geen vaststelling. Dat is een algemeen gegeven. Dus gewoon mensen die gevoelig zijn, die gaan sowieso wat meer moedswings hebben. Deze maand. Dat hoort bij het teken kreeft. Maar daar zit ook een kracht in natuurlijk. Kreeft is een hoofdteken. Het is een van de vier hoofdtekens, waaronder ram, kreeft dan, weegschaal en steenbok. En stilletjes aan gaan we zien dat die vier terug wel wat meer power krijgen. Dus de maand juli staat in het teken van kreeft toch wel. Het is pas tegen het einde van juli dat de zon naar
leeuw gaat. Dus maar tot dan zitten we in hoogzomer en volgen we ook een klein beetje de maan. Dus de maan in maagd, oppositie Neptunus, dat begint al goed. klein beetje blurry, maar dat duurt niet zo heel lang. Dus die mood swings, dat gaat vrij vlot voorbij. Dus dat is ook niks dat vaststaat. Dat is met ups en downs. En dat is ook het ritme van de kreeft. Ups en downs. Dat is een golfbeweging. En je maakt die golfbeweging zo hoog en zo laag dan dat je zelf wilt. Daar kun je wel in reguleren. Hoe sterk dat die golf u beïnvloedt of hoe sterk dat je die kunt gaan gebruiken. Zeker in creatieve dingen kan je die mood swings wel al eens gebruiken en ga je die soms ook opwekken. Denk dan aan theater, denk dan aan dans, allerlei dingen. En ook in de omgang met anderen, dat aanvoelen, die mood aanvoelen, is ook typisch iets kreeftachtig. Dus we zitten in een heel andere vibe. Het is niet dat de tweelingenergie er helemaal uit is. Mercurius staat daar nog altijd. Die gaat heel snel door tweeling. Die staat al op de laatste graden. Dus die staat ook klaar voor het teken kreeft binnen te gaan. Mercurius is momenteel de snelste planeet van heel ons zonnestelsel. Die is altijd vrij snel natuurlijk. Maar zelfs die gaat extreem snel, omdat hem ook zo dicht bij de zon staat momenteel, vanuit ons standpunt gezien, want zijn afstand aan de zon is altijd hetzelfde natuurlijk. Maar vanuit ons standpunt gezien komt Mercurius heel dicht uitgelijnd naar de zon toe. En dan staat hem meestal op zijn snelste. Dat wil zeggen dat we ook een conjunctie krijgen deze week van Mercurius-zon. Dus er is deze week wel wat gaande. De zon in Kreeft gaat daar een soort van easygoing hebben. Die gemoedstoestanden, dat valt te controleren. Dat valt zelfs lichamelijk te controleren. Dus lichaamswerk is voor Kreeft heel erg belangrijk. Omdat dat een van de manieren is waarop dat Kreeft zijn ups en downs gaat reguleren. Dus het fysieke, het lichaamswerk, werken met uw lichaam. In beweging komen of net niet in beweging komen. Dus echt letterlijk lichamelijk movement. Dat is iets anders bij schorpioen en helemaal iets anders bij vissen. Dus kreeft heeft wel graag wat beweging. Dat hoeft niet al te snel te zijn. Dat mag verschillend zijn, als het maar in beweging blijft, die golfbeweging. Dat is de kreeftenergie. Dus houd dat in het achterhoofd als het wat heftig wordt de komende weken, want we hebben wel wat transits die ons van ons sokvoeten kunnen blazen. Kom in beweging of kom in een bepaald ritme of kom in een bepaalde gemoedstoestand of reguleert die gemoedstoestand door beweging. Door er iets mee te doen. Dus je hoort mij al afkomen. 1. Mercurius is in zijn heel snelle vaart het snelste van heel ons zonnestelsel, astrologisch. Dat wil eigenlijk zeggen, die gaan meer dan een graad per dag. Er zijn heel wat planeten die of in retrograde fase al staan, of zich klaarmaken tot. Ik ga die er heel eventjes mee opnoemen. Saturnus staat al in retrograde, staat bijna stationair, is heel traag aan het achteruit gaan in dit geval. Pluto is al retrograde. Chiron maakt zich klaar voor een retrograde. Neptunus maakt zich klaar voor een retrograde. Ook Venus maakt zich klaar voor een retrograde. Dat voelen we nu al allemaal. Ook Uranus gaat heel traag, maar is nog wel aan het gaan. Maar ook
Hij vertraagt dus de grote planeten. En dan heb ik het over de grote impactplaneten. Saturnus, Pluto, Neptunus en Charon, die gaan echt momenteel supertraag. Ook Venus is wel aan het afremmen. Dus meestal gaat Venus ongeveer een graad per dag. Nu gaat zij al beginnen afremmen, omdat zij in midden juli, dus rond de 22e, denk ik, 22, 23 juli, gaat zij in haar retrograde fase. Dat wil zeggen, op die lange periode van 20 dagen doet zij nog een klein 10 graden. Dus dat is echt weinig voor Venus. Mars doet zijn gewoon tempo. Dat gaat wel. Maar Mercurius die gaat echt wel heel fel vooruit. Wat wil dat nu zeggen? Is onze mindset dat je ver vooruit zit op al de rest. Hou daar gewoon rekening mee. Als je de indruk krijgt dat je in je gedachten al 5 stappen voor zit, schakelt terug. Dat is oké dat je 5 stappen voor zit, maar weet dat dat praktisch ook wel wat teruggeschakeld moet worden. En Saturnus gaat daar echt zijn steentje in bijdragen. Saturnus in Vissen, die maakt het onzeker. Die maakt het onzeker om door te duwen. Dus Saturnus vraagt in zijn retrograde fase in Vissen, vraagt hij om rustiger aan te doen, zodanig dat het helder wordt, dat het meer klaar wordt, dat je meer kan zien. En heel mooi dat mijn beeld weer even blurry wordt terwijl ik dat zeg. De synchroniciteiten zitten erin, maar daar kom ik zelfs op. Dus Saturnus die gaat een grote rol spelen. Saturnus en Jupiter in stier gaan een grote rol spelen in de stabilisatie van de energie. En dat is mooi. Dat is de mooie kant van deze week, dat die twee planeten gaan samenwerken. Saturnus in Vissen is geen simpele. Is heel moeilijk. Universeel teken met de planeet van de realiteit erin is heel lastig. Maar Jupiter in stier, die houdt daar grond met twee voeten, allez, met 4 voeten in lood in de grond. Dus Jupiter in stier, die houdt ons overeind. Dus maar daar ook, het stierprincipe, take it easy. Even rustig aandoen. Weet je nog dat ik al eens zei, back to grazing? Af en toe even terug bij jezelf komen om even op adem te komen en dan te kunnen zien wat dat er is. Back to basic. Die dingen allemaal. Dus Saturnus en Jupiter, heel goed team om die mentale energie van Mercurius te verzachten, een beetje tegen te houden. En tegen te houden is een slecht woord, want dat gaat precies een beetje om restrictie. Maar het gaat om terugschakelen. Die mind is snel genoeg om te schakelen op allerlei manieren dat ze kan schakelen. Dat wil zeggen, als ze 5 stappen kan voorstaan, kan ze ook 3 stappen terugschakelen en 2 stappen naar opzij gaan en whatever dat ze wilt gaan. Dus die mind is heel flexibel, snel flexibel. Dus je kunt daarmee werken. Het is niet onwerkbaar. Maar het is alsof dat je, hoe moet ik dat zeggen, zo'n klein Duracell-konijntje, dat je daar magneten onder zet en dat je die op een metalen plaat zet. Ik kan het niet anders zeggen, ik weet niet van waar dat komt. Maar, dus dat gaat, maar dat kan eigenlijk nergens niet naartoe. Dat kan wel ergens naartoe, maar trager en rustiger. Dus maar ondertussen is die mind bezig.
Zelfs met communicatie. Dus het kan zijn dat je veel vlugger dingen wilt zeggen en dat je veel vlotter in communicatie gaat en dat je achteraf iets moet gaan nadenken. Wat heb ik nu allemaal gezegd? Dat zijn zo van die nevenverschijnselen. Mercurius, dat is het laatste stukje wat ik net zei. Wat heb ik nu gezegd? Dat gaat vandaag vrij sterk zijn. Was gisteren ook allemaal, maar vooral vandaag vrij sterk zijn. Waarom? Omdat Mercurius een vierkant maakt met Neptunus. En Neptunus is inderdaad het hele universum. Dus dat Duracell-konijn, dat gaat naar alle kanten en dat universum is te groot om overal te komen. Dus die draait rondjes, die weet niet waar naartoe. Nu, dat gaat beteren vanaf morgen. Dus vandaag nog een vrij exciting dag. Met, ja, hoe zou ik het zeggen? Met hier en daar versnipperingen in gedachten, in communicatie. Soms even niet weten waaraan en waaraf. Gouden regel, de regel van de stier. Even de break erop. Even back to grazing. Even rusten, iets doen wat je graag doet, iets doen wat je goed kunt, iets traag doen en dan terug vertrekken waar dat je naartoe moet. Een beetje terug heroriënteren. De noordelijke maansknoop staat ook in stier. Dus het heroriënteren vanuit rust is een hele goeie. Even iets doen waar dat je terug bij je basis zit. En dan verder gaan. Dus wat is uw back to grazing? Back to grazing. En even dat doen en dan komt dat weer terug gewoon. Want de grootste transits deze week en volgende week hebben of zijn gerelateerd aan planeet Uranus. Ja, hij is in de kijker. Hij staat sterk. Enorm sterk. En vanuit stier werkt hij echt wel trager dan normaal. Maar even onvoorspelbaar en even out of the blue. Dus laat ons zeggen dat het een vertraagde bliksemschicht is, maar het is er wel een. Heel de week met het toppunt morgen, maandag, morgen, nee, morgen en overmorgen, ja, maandag en dinsdag, zijn de twee exacte aspecten tussen Uranus en Mars. Mars in leeuw, Uranus in stier. Dat vierkant, dat is letterlijk een openbreken. Dat is een eerste vierkant voor diegene dat een klein beetje mee zijn in de astrologie. We hadden vorig jaar in augustus, en dit is al een jaar geleden, dus voor heel veel mensen gaat dat een verademing zijn, hadden we de conjunctie van Mars en Uranus. En dat was ergens begin augustus, einde juli, dacht ik. Een conjunctie tussen Uranus en Mars. En daar is een zaadje geplant. Een zaadje geplant naar vernieuwing. Naar verdieping van uw waardesysteem. Naar een vernieuwing van uw waardesysteem. Uw wereld beter maken. Stierprincipe. En Mars gaat dan zijn tocht doen door de cirkel. En normaal gezien maakt hij dan zo na een maand of drie, vier, maakt hij zijn eerste vierkant. Nu, Mars heeft zijn retrograde fase gehad in tweeling. Het teken naast stier, waar dat hem 6 maanden gestaan heeft. Dus deze vierkant heeft een vertraging opgelopen van 6 maanden. Dat wil zeggen dat we bijna een jaar verder zijn en het eerste vierkant, dus de cyclus dat Mars met Uranus doet, totdat hem de volgende keer bij Uranus komt,
is vertraagd met bijna, ja, bijna 7 à 8 maand. Dat wil zeggen dat alles wat gebeurd is, of alle zaadjes die dat je geplant hebt, rond einde juli, begin augustus vorig jaar, dat zaadje begint nu maar pas uit zijn kokonnetje te breken. En dat begint nu maar pas te ontspruiten. Dat is het eerste vierkant. Hetzelfde fenomeen gaan we volgende week nog eens zien. Maar in dit geval is dit met Mars echt wel een groot stuk dat kan deze week zich ontluiken, ontpoppen. Waar dat je zoiets van had, van amai, daar heb ik nu bijna een jaar op gewacht. Ik weet niet in welke dimensie dat ik vastgezeten heb. Maar het is eindelijk kan ik losbreken. Dat is de positieve kant van de zaak. Hè? Dat is Mars en Uranus. Nu, die zaadjes dat we planten bij zo'n conjunctie, die zijn dikwijls ook onbewust. Een zaadje dat je plant, waar dat je zegt van, ik zou eigenlijk een ander werk willen, bijvoorbeeld. Of dit huis of dit werk of deze relatie. Weet je, dat resoneert niet. Ik kan mijn volledige waarde, mijn volledige talenten niet inzetten. Als dit een onderbewust zaadje is dat je geplant hebt, en je gaat een jaar gang je gangetje, hè, een jaar lang je gangetje, Mercurius, Neptunus, hij doet zijn werk. Je gaat een jaar lang gewoon onbewust verder. Dan kan dit evenzeer het ontspruiten zijn van dat zaadje. En dan kan het zijn dat je deze week dingen gaat voorkrijgen, ongelukjes, uitbarstingen, whatever, die eigenlijk al bijna een jaar gaande zijn. Dus dat zijn zo van die intenties dat je onbewust plaatst. En dan typisch een Uranus-energie. U vraagt het universum, u krijgt. Ook al vraagt het onderbewust. En dan, wat kan dat naar voren brengen? Ongelukken. Iets breken. Ziek worden. Dat je langdurig van dat werk weg bent en dat je tot besef komt dat het inderdaad uw ding niet is. Dat je u inderdaad veel beter voelt, of veel beter zou voelen op een andere plaats. Dat je beseft dat je de inzichten krijgt van, oeh, dat is het eigenlijk niet. En ik ben maar verder aan het doen. Ik ben maar verder aan het in de sleur blijven te hangen. Dus Uranus en Mars gaan uit iets uitbreken. Principe van stier en principe van leeuw gaat echt over waardes, hartskracht, waar dat uw hart ligt, uw hart volgen. Mars in leeuw wil zijn hart volgen, wil in authentieke expressie gaan. En Uranus in stier wil dat van de hoogste kwaliteit hebben, wil die hoogste waarde wil die naar voren brengen. En die hoogste waarde, dat hebben we mij nogal horen zeggen, dat heeft niet altijd met financiën te maken. Soms kan dat, dat je onverwachts een extraatje krijgt. Dat kan, maar meestal heeft dat over een andere, hogere waarde te maken. Een interne hogere waarden. En hier, zeker met Uranus, omdat hij naar de toekomst wil gaan. Dus het is ook heel toekomstgericht. Dus er kunnen accidentjes gebeuren als het onbewust is, maar er kunnen ook gewoon heel leuke dingen gebeuren. Of je kunt tot het besef komen
dat je eigenlijk al hele lange periode zoiets hebt van: deze is het niet, deze was het niet, en ik ben eigenlijk blijven doorgaan op bijvoorbeeld conditionering. Op bijvoorbeeld een soort van hechtingsproblematiek. Dat is een overkant van stier. Of op pure mindset. Zo doe ik het en op pure wilskracht zonder de hartsenergie te volgen. Soms is er een verschil tussen wilskracht en hartsenergie. Dus die twee, een koppige wilskracht, een visie of een soort van my way or the highway, het watermanprincipe, en de valse hechting van schorpioen, dat maakt het andere stuk van dat spanningsveld. Dus daar kunnen stukken zitten die dat je niet helemaal helder had. En dat kan deze week plots en onverwachts voor u komen te staan, het echt dat je er niet meer van tussen kan. Dat is het openbreken van zo'n cyclus. Dat is het eerste vierkant van zo'n cyclus. Dus een heel boeiende, spannende week. Ik heb al bepaalde dingen gehoord. Waar dat ik zoiets van heb van wow, wauw, deze is mooi, deze is geweldig. En evenzeer ook dingen gehoord van ouch, dat kan pijn doen, maar het is wel verhelderend. Dus dat zijn dingen die heel erg krachtig zijn. Heel de week door. Maandag en dinsdag exact. Nu, Uranus heeft niks met exactheid. Die heeft zoiets van, als het ongeveer is, is het voor mij een kans om te gaan of niet te gaan. Dus niet te juist op gaan kijken, want dan zit je verkeerd. Zelfs als je zoiets hebt van, oh ja, dat is goed, laat maar komen. Ik verwacht wel iets. Ook niet verwachten, want hij komt toch onverwacht. En als hem verwacht komt, als je zoiets hebt van ik voel het, ga je toch op een heel andere manier zijn dan je verwacht had. Dus het is meestal echt wel mind-blowing. Weten we ook dat die mindset nu vandaag en morgen nog een beetje met Neptunus in de clinch ligt, dan zien we het, we zien het ook niet. Hè. Er zit een blur op, er zit een mist op. Dus wel een heel boeiende week. Dus dat zijn transits die de hele week doorlopen. Morgen, maandag, gaan we al zien dat de maan in weegschaal komt. Dus de scherpte van de maagd is er vanaf. Weegschaal komt erbij. Het is zo'n klein beetje terug. Ja, wat zou ik doen? De keuzes komen eraan. Het vergelijken met de buitenwereld. Het vergelijken met de anderen. Heel fel in de picture de laatste tijd. Heeft ook met dat Uranus-gedeelte te maken. En nog andere settings. En ook met het Venusiaanse. Is het vergelijken op social media. Het vergelijken met anderen. Dat kan een valkuil zijn voor weegschaal. Voor weegschaalenergie. Want weegschaal meet zich af aan de anderen. Wat dat voor zich op zich geen probleem is. Zolang dat hem maar bij zichzelf blijft. Maar die maanenergie, die kan daar wel een mood swing op krijgen. Een diep of gewoon een verkeerd beeld op krijgen. Dus de maan in weegschaal vraagt echt wel om. Je mocht vergelijken, je mocht naar buiten gaan, want dat is de wisselwerking van weegschaal. Weegschaal is ook een hoofdteken. Dus we zien hier ook dat de maan een vierkant maakt met de zon.
Dus het hoofdteken wil ook in beweging blijven, wil ook in beweging komen. En de weegschaalbeweging is ik en de ander. Ik en de ander. Dus die beweging. Als die weegschaal enkel bij de ander blijft zitten, dan. Excuseer. Dan vergeet hij het stukje van zichzelf. En dat is dan het randstukje. Dus weegschaalenergie heeft die beweging binnen buiten nodig. Als je naar buiten gaat, terug naar binnen, of van binnen naar buiten. Dus helemaal binnen gaan zitten gaat die ook in dood bloeien. Maar helemaal buiten is absoluut niet gezond voor weegschaalenergie. Dus het is die pingpong binnen buiten. De maan daarin gaat de golven meedoen, de mood swings. Dus in dit geval vooral maandag en dinsdag dan. En een stukje van woensdag, maan in weegschaal, een beetje meer mood swings. Dus bij jezelf komen of al eens een keer naar buiten gaan. Dus vast blijven zitten is hier geen optie. Zeker niet met al die energieën dat er rondhangen in de ether. Al die elektrische energieën van Mars en Uranus. Nu maandag staat Mercurius echt wel op zijn laatste graden in tweeling. Dat zijn de krachtigste graden van een teken waar dat dan thuisplaneet kan staan. Maar waar dat in dit geval ook de meeste turbulentie is. Voor wat is dat goed? Boodschappen. Ofwel boodschappen doen, letterlijk. Dat wil zeggen informatie van punt A naar punt B brengen. Of dingen van punt A naar punt B brengen. Dus in beweging komen. Ook weer in beweging komen. Communicatie. Communicatie. Van punt A naar punt B. Dus wederzijdse communicatie, luisteren en praten. Maar die hoeft niet horizontaal te zijn, die kan ook verticaal zijn. En dat is wel een mooie. Mijn Neptunus daar toch nog wel aanhangende. En Pluto maakt ook een inconjunct dan. Een inconjunct is zo echt een aanpassing. Dus het gaan mentaliseren van conditioneringen kan ook twee kanten uitgaan. Zo gaat dat. In hoeverre ben je bewust van je conditioneringen? In hoeverre ben je er onbewust van? En ook daar ga je zien dat er conflicten kunnen rijzen, communicatieve conflicten kunnen rijzen met dat inconjunct tussen Pluto en Mercurius. Langs de andere kant is het een heel mooie manier als je in meditatie gaat om naar je hogere waarden te gaan en vanuit je essentie kunt gaan connectie maken met het stukje ongeconditioneerd. Wat dan niet leefbaar is, hè? Dat zeg ik niet. Je hebt conditionering nodig om te leven in een omgeving. Maar sommige dingen zijn constructief en andere zijn destructief. Dus het onderscheidingsvermogen. Wat is constructief, wat is destructief? Dat kan hoog opspelen morgen, maandag. Dus dat doet ook zijn duit in het zakje van, oh damn, de plaats waar ik hierop zit, ik ben puur op conditionering verder gegaan. Ik krijg dan nu dat inzicht. Ja, nu kan ik bijna niet anders dan er iets aan te gaan doen. Of ik moet ermee leren leven. Dat zijn zo van die vraagstellingen dat dan naar boven kunnen komen. Goed, wat hebben we dan nog? Daarin Leeuw. Staat een stellium van Venus, Zwarte Maan, Mars en Pallas Athene. Die staan heel dicht bij elkaar. Ik denk dat die met z'n allen nog geen 10 graden aan elkaar staan. Dus die beginnen echt wel heel kort bij elkaar te komen. Dus die hebben allemaal een invloed op elkaar. Venus is aan het vertragen. Venus zal maandag, dinsdag, woensdag, ik weet niet vergis. Ja.
Ja, eigenlijk voor de rest van de week haar conjunctie maken met de zwarte maan. En de zwarte maan op haar beurt, samen met Venus dan, maken hun driehoek met Chiron in Ram. Dus dat gaan we echt wel de rest van de week ook zien naar voren komen. En dat is een driehoek in vuur. Dus daar komt vuurkracht, zielskracht, spirit naar boven. Waar Venus bij komt kijken, dat inderdaad ook ons talent is, wat onze waardesettings zijn, wat we graag hebben, wat we graag doen vanuit Leeuw, vanuit die hartskracht. En de zwarte maan is dat potentieel. Dat zielskrachtig potentieel dat er ergens een beetje verstopt zit en eigenlijk toe is aan naar buiten komen. Naar ik wil gezien worden. Dat zijn de oertalenten, de zielstalenten. En als Venus daarbij komt, die eigenlijk over talenten gaat, gaat het hier echt over uw kernkwaliteiten. Die willen naar boven komen en die willen geheeld worden met een driehoek van Chiron in Ram. Chiron in Ram is wel degelijk het bestaansrecht, het individu. Dus er is een authentieke, individuele kernkwaliteit dat wil naar boven komen en dat wil geheeld worden. Ook daar kan Uranus al met Mars een klein beetje in beginnen triggeren. Want Mars staat daar in zijn vierkant met Uranus, maar Venus volgt. Kan ik het straks wat meer over hebben, maar want Venus gaat haar stuk daar ook in doen tegen het einde van de week. En zij doet dat nog langer dan Mars. En zij doet het zelfs 3 keer. Heel, heel boeiende setting, omdat we Uranus eigenlijk weinig gehoord en gezien hebben vanuit stier. En nu, met heel dat leeuwstuk, wordt dat weer terug klein beetje opgepompt. Zwarte maan daar, die staat daar 18 maanden. 18 maanden heb ik het juist, of 9 maanden, ik ben het even kwijt. Die staat er voor een lange tijd. Dus die staat er geen paar weken, die staat er echt voor een lange tijd. Mars die doet wel zijn toer, maar Venus gaat ook maar om de 8 jaar, gaat zij maar retrograden in leeuw. Dus ook daar zit een kracht in. Uranus doet 7 à 8 jaar op een teken. Dus dit is vrij uniek. Dat Venus 3 keer een vierkant maakt met Uranus in haar teken van stier. Dus kernkwaliteiten, die worden getriggerd. Die worden echt, uw authenticiteit wordt enorm getriggerd. En dat is hetgeen dat je voelt. Wat ik heel veel hoor in de praktijk, wat je voelt van, ik kan precies niet anders dan mijn ziel volgen. Zwarte maan, conjunct Venus. Vierkant Uranus en driehoek Chiron. Dat is het stukje dat vrij uniek is voor deze tijd. We kunnen bijna niet anders dan ons hart volgen, dan onze ziel volgen, dan ons potentieel te gaan volgen. Dat wordt enorm, enorm, enorm getriggerd. Vanuit het stiergegeven. Mars doet daar een schepje bovenop, dus die breekt echt alles open. En Venus komt erachter, dus die gaat het echt wel vertraagder gaan door. Werken, doorvoelen. Mars die doet de poorten open en Venus gaat het doorvoelen. En zwarte maan, ook daar gaat Venus 3 keer een conjunctie mee vormen. Waar dat we de derde keer pas in maagd gaan zien. De perfectionering, in dit geval letterlijk. Dus heel, heel mooie, unieke setting. Met die zwarte maan daar en Uranus. Dus het is echt vrij uniek en vrij individueel. Dus Chiron
driehoek. Dus die twee vuurtekens, ram en leeuw, in een driehoek met elkaar. Dus even goed kijken welke planeten dat je daar rond staan hebt of in de andere, of in het andere vuurteken van boogschutter. Rond die 20 graden. Of tussen de 12 en de 28 graden in leeuw. Dat wordt echt heel fel getriggerd komende maanden. Amai, ik raak bijna niet aan mijn woorden. Oké, goed. Neptuniaanse sfeer moeten we er even bij hebben vandaag. Dus dit voelen we. Ik ben ook weer een klein beetje de dagen bij elkaar aan het lijmen. Om de maan, die doet 2 à 3 dagen over een teken. Dus die energie die zit inderdaad in dat teken. Dus die transits van die 3 dagen, die hangen bijna een beetje bij elkaar. Dus vandaar dat ik ze ook een beetje bij elkaar lijm. Nu, dinsdag staat Mercurius al in Kreeft. En hier krijgen we een verzachting van die mercuriale energie. Ze gaan nog wel vlot, dat wel. Maar ze gaat verzacht worden en ze krijgt een klein beetje meer empathie. Het Mercurius in tweeling is heel begrijpend. Is heel geïnteresseerd in de anderen en is heel begrijpend. Mercurius in Kreeft gaat meer het gevoelsaspect eraan koppelen. Dus wil het ook voelen. Wil het niet alleen begrijpen op een mentaal vlak, maar ook op een emotioneel vlak. Dus Mercurius is heel begrijpend in Kreeft, maar kan ook die emoties en die gedachten aan elkaar gaan koppelen. Dus dat wil zeggen, mindfulness is hier wel aan de, ja, is hier wel nodig. Om niet in die mood swings te gaan. Dus Mercurius in Kreeft heeft een soort van mindfulness nodig, meditatieve staat nodig, om niet zijn emoties en gedachten te veel aan elkaar te laten koppelen. Dus er is een verschil tussen het begrijpend praten van Mercurius in tweeling, die daar eigenlijk vrij kan loskoppelen van het emotionele. Als Mercurius in Kreeft staat, dan gaan we dat koppelen aan de emoties. Dus dat wil zeggen dat het heel belangrijk is waar in welke omgeving dat je jezelf bevindt. Man, man, man. Dus de omgeving is ook mercuriaal. Is heel belangrijk, want dat gaat uw gemoedstoestand gaan beïnvloeden. Dus hier hebben we het al, hè. We hebben de zon in Kreeft, die beantwoordt aan de maan. En we hebben Mercurius in Kreeft, dus onze vitale kracht. En onze omgeving, onze communicatie, onze interactie worden allemaal door die maan gekoppeld. Dus het is echt heel belangrijk dat we niet meegezogen worden in bijvoorbeeld negatieve emoties, in negativiteit. Want het kan zijn dat je echt wel vast in blijft hangen dan. En dan heb je weer een hele tijd isolatie nodig, gelijk dat een kreeftje is, die gaat zich dan isoleren, om even uit heel die reutemeteut, uit heel die drukte weg te zijn om tot bij zichzelf te komen. Dus ook de maan in weegschaal, die twee, die kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Kunnen elkaar ook positief beïnvloeden. Dus kijk goed, als je voelt meegesleurd worden in een bepaalde energie, even terug naar jezelf. Even terug naar je centrum. De beste manier om even te centeren, mindful te zijn, alle negatieve gedachten eruit te gooien
en even positief te zijn. Nu, het leuke daarvan is dat de zon vanaf dinsdag, woensdag zelfs, een sextiel begint te vormen met Jupiter in stier en een driehoek met Saturnus in vissen. En dat is echt een welgekomen ondersteuning. Dat is de beste ondersteuning van heel de week, is die Jupiter in stier. Die heeft zoiets van, allee, is dat waard? Zoiets, Kim. Ga naar uw essentiële waarden. Ga naar uw hogere waarden. Ga naar waar dat jij blij van wordt. Wat dat uw back to grazing is, waar dat jij rustig van wordt, waar dat jij tot uzelf kunt keren. Jupiter sleurt u daar naartoe. En vanaf die rust, vanaf die vier voeten op de grond, kunnen we weer terug verder gaan. Dus dat is telkens een terug, ups, naar binnen, terug op die vier voetjes op de grond, boem, en terug verder. Dus er zit echt wel in al de turbulentie en elektriciteit dat in een ether hangt, heel veel inzichten, heel veel doorbraken of breuken, of dingen die gebeuren, zit er echt wel een basis in waar je zoiets van hebt. Ja, ik heb dit. Laat maar komen. Ik weet hoe dat ik ermee om moet gaan. Goed gesetteld zijn in uw basis. Kei belangrijk deze week. Maar het wordt ook echt wel ondersteund. Dus het is een week met zoveel potentieel, maar ook heel veel ondersteuning. Saturnus retrograden in vissen. Driehoek met die zon in kreeft. Dit is echt een hogere calling. De mindset, want je gaat gaan zien dat Mercurius daar ook bij komt tegen het eind van de week. De mindset gaat ook een hogere trilling krijgen. Je gaat ook zoiets hebben van, oké, ik hou mij niet bezig met al die kleine detailjes. Nee, nee. Groter plaatje. Het grootste plaatje. Dus heel veel creativiteit ook. Je zou kunnen zeggen dat er soms over-idealisme kan zijn, maar met Jupiter in stier valt dat echt keigoed mee. Dat het enige waar dat een over-idealisme kan op zitten, is op inkomende waardes, financiën bijvoorbeeld. Een beetje de valse waardes niet zien. En dat heeft dan eerder te maken met geconditioneerde stukken. Dus waar dat je echt in een conditionering zit, waar dat het zo blurry is, waar dat je zodanig in een routine zit, dat je niet ziet dat het geen echte waarde is. En daar gaat Uranus dan weer een stokje voor steken. Dus het zit goed in elkaar deze week. Het zit echt keigoed in elkaar. En volgende week ook. Dus juli is een trage maand. Er komen heel wat retrogrades aan. Dus veel nieuwe dingen komen er niet echt op je pad. Tenzij dat je het zaadje al geplant had. En dat het eigenlijk, ja, keilang op zich laten wachten heeft. En ik zei al, je mag daarin teruggaan tot vorig jaar, einde juli, begin augustus 2022. En ook naar dit jaar, einde maart. En dat stuk, dat komt nog een beetje terug. Dat gaat nog een paar keer terugkomen. Dus we gaan dingen herzien, bijpassen, aanpassen. Retrograde periode in dit geval wil niet zeggen dat er geen nieuwe dingen gebeuren, maar die zaadjes zijn al geplant en we gaan ze nu verzorgen en laten uitkomen. En nu zijn we misschien ons pas bewust dat we ze geplant hebben. Dat er toen iets gebeurd is. Of dat we toen iets gedaan hebben dat eigenlijk veel meer gevolgen heeft dan dat we beseften op die moment.
dat heel veel meer met zich mee heeft dan wij beseft hebben. En dat heeft vooral echt wel te maken met onze kernkwaliteiten. Dus hier gaat het echt over kernkwaliteiten en over een nieuwe wereld maken. Werken aan een nieuwe wereld. Dus beter. Goed. Oké. Waar zaten we? Woensdag komt de maan in Schorpioen. Nu, ik dacht dat begin van woensdag was, is dat ze nog in Weegschaal. En dan gaan we de oppositie zien met Chiron. Op zich, ça va wel, kan een klein beetje rakend zijn, kan wel wat kwetsuurtjes terug naar boven brengen, maar er is met werken. We krijgen dan ook een sextielverbinding met Venus. Dus Venus speelt daar en de Zwarte Maan speelt daar een heel mooie rol in. Dus ça va, ça va. Wat dat wel is dan, tegen het eind van de dag, begin donderdag, krijgen we de maan in Schorpioen. En hier gaan we het vierkant zien krachtiger worden. Het vierkant tussen leeuwenergie en stierenergie wordt nog een tandje bijgestoken door de schorpioenenergie. Dus vanaf donderdag gaan we de intensiteit verhogen. Ik zei al, met een zon in Kreeft gaan we de maanfases echt wel meer gaan volgen. Gaan we echt wel veel gevoeliger zijn aan die maanfase. Aan wat het de maan gaat doen. En die maan in Schorpioen die gaat heel het stuk in stier uitdagen. En dat gaat over emotionaliteit. Dus naast die praktische stabiliteit van stier, wordt er eigenlijk een soort van emotionaliteit, een hechting opgezet. Negatieve kwaliteiten van stier komen dikwijls vanuit de schorpioen en omgekeerd. Dus dat wil zeggen dat er in de stierenergie de negatieve kwaliteit van overhechting kan zitten, van te veel vasthouden, emotioneel vasthouden, te veel afhankelijkheid, emotionele afhankelijkheid van bijvoorbeeld bepaalde waardes, van bepaalde dingen. Ik heb bijvoorbeeld, wat we te straks zeiden, het voorbeeld van een werk of een relatie waar dat je eigenlijk aan gehecht bent door een soort van valse hechting. Je zit eraan vast omdat het bepaalde dingen voor u geeft die dat je denkt dat je nodig hebt. Of die waar dat je echt een emotionaliteit aan gekoppeld hebt. En dan blijf je eraan vasthouden, ook is het niet goed voor jou. Dus het toxische komt dan een beetje naar boven. Het leeuwstuk zit daar middenin. En dat is die authenticiteit. Dus als je schorpioen en leeuw dan weer samen hebt, dat is dan later, dat gaat dan meer naar vrijdag zijn, dan komt het drama een beetje naar boven. Over emotionaliteit, diepe passie, over emotionaliteit, met dan die authenticiteit en die expressie van leeuw, dan kan er wat dramagehalte naar boven komen. De stier met Jupiter daar houdt zich echt wel staande. Dus donderdag krijgen we eerst een oppositie met Jupiter. Maak dan wel een hele grote driehoek met de zon en met Saturnus retrograde. En een oppositie met Jupiter. Dus al bij al is dit wel een goede setting als je ze positief kunt draaien. Want dat is een vlieger, zo noemen we dat in astrologie. Je kunt die laten vliegen, maar die kan ook gewoon neerstorten als de winter verkeerd omziet. Dus je moet er wel een beetje mee sturen. En in dit geval wordt er gestuurd met die maan, met die emoties. Dus in de plaats van het overdramatiseren, ga naar je diepste passies. En Pluto kan daar ook een stukje bij geven.
Want die gaat echt in Steenbok retrograde, gaat die naar de essentie. Gaat die naar jouw eigen essentie. Gaat je eigen passie naar boven halen en gaat daar die valse conditioneringen, die destructieve dingen gaan wegbonjouren. Alles werkt mee deze komende weken. Ze werken allemaal schoon samen met elkaar. En het is allemaal hoger trillend. Dus er zit echt wel iets achter dat van een hogere waarde is. Dat echt meant to be is. Heel, heel mooie settings. Dan natuurlijk gaan we zien tegen het einde van donderdag, als ik me niet vergis. Einde van donderdag gaan we zien dat de maan dan opposiet Uranus komt te staan. Ook nog een stukje van vrijdag. Maan opposiet Uranus, vierkant, Mars en Venus. En de zwarte maan. Dat is een pittige. Dat gaat een pittige zijn. Dus de intensiteit bouwt op naarmate dat we richting het eind van de week gaan. Op vrijdag gaan we ook zien dat Mercurius nog maar 1 graadje verwijderd staat van de zon. Dus we krijgen een Mercurius-zonconjunctie. En die zien we in zijn meest mooie vorm verschijnen op zaterdag. Op zaterdag 1 juli is eigenlijk een prachtige dag. Prachtige dag. Kan klein beetje moeilijkheden met zich meebrengen. Maar wat hebben we daar? We hebben het exacte vierkant tussen Venus en Uranus, die zijn eerste keer ingaat in een directe fase. Duurt ongeveer een week. Dus we gaan deze week daar naartoe groeien en volgende week zitten we daar ook nog mee. Deze week zitten we ook met Mars, dat er op zit in het begin van de week en daarna er een beetje uit gaat. Dus echt wel heel Uranus-gerichte week. Dat is het eerste voor zaterdag, dus een exacte vierkant tussen Uranus en Venus voor de eerste keer. Dus hier breken we dat zaadje open, die dagen er rond, van einde maart dit jaar. Dus ook daar. Plus, we zitten nog altijd met een driehoek met Chiron. Dus ook daar kun je zien van wat dat er toen gebeurd is, kan eigenlijk naar een volgend stuk gaan. Het komt nu maar pas aan het licht wat dat er toen geweest is. En we hebben daar 3 maanden tijd om daaraan te werken. Venus gaat zijn laatste keer september dat laatste vierkant maken. Met Uranus, ja, denk ik. Eind september, als ik me niet vergis. Ja. Eind september gaat Venus dat laatste vierkant maken met Uranus. Dus tot dan hebben we echt een tijd om daarmee aan de slag te gaan. Dus er zijn heel wat dingen die in het begin van het jaar echt vernieuwd zijn geweest, waar dat we een klein beetje in de wachtmodus zaten, waar dat er een klein beetje iets moest groeien. En hetzelfde met vorig jaar dan. Eind juli, begin augustus. Dus hou die periodes even in gedachten. Of ga eens een keer terugzien in uw agenda wat dat er toen gebeurd is. Dat kan terugkomen een aantal keren. En op welke vlakken is dat? Goh, Mars zit erbij, Venus zit erbij, Chiron zit erbij. Weet dat dat sowieso ergens op kwetsuren zit. Weet dat dat ergens op iets zit dat u altijd heel diep kan getriggerd hebben. Kan op relatievlak, maar kan ook op het vlak van wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn kernwaarden. Dus we zitten hier echt wel over kernkwaliteiten bezig, dus dat zet zich op allerlei vlakken naar buiten. Op die moment dat Venus dat exact vierkant maakt, hebben we een maan in boogschutter.
En die maan in boogschutter, die gaat een J-formatie maken. Heel kort, want een J-formatie met een maan duurt maar een paar uurtjes. Met Jupiter en met de zon en Mercurius conjunctie. Dus aanpassing. Er wordt u iets getoond, maan in boogschutter. Er wordt u een pad getoond, een weg getoond. En je hebt zoiets van: Halleluja. Dit is een bevrijding. Dit is mijn weg naar de vrijheid. Maan in boogschutter. En de twee voeten van die jot, die staan in Jupiter in stier en de zon en Mercurius in kreeft. En dit is alsof dat die maan in boogschutter zo een enkelband rondkrijgt. Zo van, oh, rustig aan, dit gaan we niet direct doen. Dus alsof dat je echt zo met zo'n gewicht, hè, ik zie dan zo'n oude bol, echt zo'n gewicht moet meesleuren. Je kunt niet op je paard springen en zeggen, come on, let's go. Nee, het zal te voet zijn en het zal stapje voor stapje zijn en het zal goed gefundeerd zijn. Dit is echt wel de stier dat de kar trekt. En dat is een maan in boogschutter. Niet gewoon, trust me. dat moet vooruit gaan. Dat moet vooruit gaan. Als er vrijheid, als er een pad is waar dat vrijheid is, dat kan gevolgd worden. Let's do this now. Kreeftenergie. Stierenergie, die hebben zoiets van: oh. We gaan dat goed doen. We gaan dat goed doen en we gaan dat stap voor stap doen. We gaan dat constructief doen en we gaan dat doorvoelen, beleven. Dat wordt echt tot in de kleinste puntjes beleefd. Dus echt helemaal doorvoeld en beleefd, zodanig dat je een goede, stevige basis hebt. En dat op zich is een hele grote cadeau. Een paar uurtjes maar. Maar dat is een hele grote cadeau. Dus dat kan echt wel. En ik denk dat het tegen de middag ongeveer is. Zaterdag. Dus dat kan echt wel wat kracht bijgeven. Dat wil zeggen, een vuurmaan met de ramenergie en de leeuwenenergie. Dat is vuur dat in actie komt. Dus het ongeduld komt een beetje naar boven. Maar dat wil zeggen dat er wel al, dat er al wel wat doorbraken geweest zijn, zodanig dat je vooruit kan. En dat is een hele mooie. Nog eentje dat u achterhoudt, dat u vertraagt. Die maan in boogschutter, terwijl dat die J-verbinding maakt, gaat hij een vierkant vormen met Saturnus retrograde. En dat is echt een nooiing. Dat is echt een nooiing. Dat is echt het idealisme van een boogschutter temperen. Van, oh. De hoop een klein beetje tegenhouden. Zo de goesting en de hoop en het positieve zit erin. Maar het gaat niet zo vluchten dat je wilt dat het gaat. En dat kan heel frustrerend zijn. Die frustratie, die zit er ook bij. Dus het is een soort van de frustratie van ik moet hier compleet door. Dat is een avontuur op zichzelf, maar het is geen heel vlug avontuur. Het gaat traag. En het gaat grondig. Dus het is alsof dat je een berg, in de plaats van dat dat pad rechtdoor is en dat je kunt zeggen, jiga, we zijn weg, is dat een pad dat steil omhoog gaat en waar dat je echt moet trekken en sleuren om boven te geraken. Maar het is wel constructief. Het is wel stevig. Als je die aanpassing kunt nemen en als je niet letterlijk in dit geval overgaloppeert. Dus als je zo'n klim maakt, take it easy.
Hou uw energie gedoseerd. Daar gaat het hier over. Dus het is zo een snelle week met heel veel impulsen, waar dat we gedwongen worden tot vertragen. Tot, ja, we gaan wel heel veel dingen weten. De visie en het brein en al die dingen, dus de inzichten, gaan er wel zijn. Maar het praktische, dat heeft wat meer tijd nodig. En dat is iets dat deze week enorm in de kijker komt gesteld. Het is alsof dat we een hoop krijgen, maar met de uitwerking die komende is. Dus we krijgen niet alleen de inzichten en de hoop, we krijgen de to-do-lijst erbij en we hebben zoiets van, ah ja, juist, ook dat moet erbij. Dat is de weekenergie van deze week. Dus we eindigen de week met een vrij optimistische maan. Dus de opbouw deze week zit vrij goed. En het is een deel van volgende week ook. Volgende week zitten we met een volle maan in Steenbok. Nog zo'n krachtige. Heel, ja, ook daar het beklimmen van die berg. Het is heel mooi hoe dat het in elkaar zit allemaal. Hoe dat het allemaal zo ja, geënsceneerd is, zou ik zeggen, bijna. Dus de cyclische groei van het leven, de magie ervan, die gaan we deze week en volgende week in zijn mooiste vorm zien verschijnen. Soms is het een beetje bitter van smaak. Maar je gaat zien als je de afstand neemt van het te bekijken op een grotere stuk, van op een verder plaatje, ga je zien dat er echt wel, ja, er zit heel veel potentieel in. Dus ik wens jullie een heel fijne week. Met heel wat inzichten, heel wat doorbraken. Gelijk als gewoonlijk, let me know. Ik hoor dat altijd graag. En ik zie jullie graag volgende week terug voor de volle maan in Steenbok. Tot volgende week. Bye bye.